Hey y'all, welkom bij weer een nieuwe episode van Ginger, Tea and Lemon. Mijn naam is Luus Malbons en zoals jullie weten heb ik het graag over zaken die gerelateerd zijn aan persoonlijke ontwikkeling. Deze uitzending wordt wederom een hele bijzondere. Na een eerder gesprek te hebben gehad met Ogenda heb ik besloten om toch te kijken welke traumatische ervaringen ik onbewust heb doorgegeven in mijn eigen opvoeding en welke ik misschien onbewust heb meegekregen vanuit mijn opvoeding. Om antwoord op die laatste vraag te kunnen krijgen, heb ik een wel heel bijzondere vrouw uitgenodigd. Maar wat ik jullie wel wil meegeven, is dat deze vrouw zo bijzonder is, want zonder haar was ik er niet. De vrouw over wie ik het heb, is mijn moeder, Lydia Malbons. Welkom. Ja, dankjewel. Want ik ben bijzonder vereerd om uitgenodigd te worden, dat ik hier zit dan. Ja, ik vond het een hele belangrijke, ma. Want ik heb het er vaak over. En niet per se omdat ik het zo leuk vind om te praten over seksueel misbruik. Maar wel omdat je gewoon merkt dat alles vanuit je verleden je vormt tot de persoon die je vandaag de dag bent. En waar ik heel erg naar op zoek was waren de dingen die ik anders had kunnen doen en welke tips kan ik mensen misschien meegeven of kunnen mensen eigenlijk horen om voor zichzelf dingen anders aan te pakken. En ik weet dat wij eigenlijk uit een, ja, ik wil niet alleen zeggen per se familie, maar gewoon uit een cultuur komen waarin we bepaalde dingen gewoon niet bespreken omdat we onze vuile was niet buiten moeten hangen. Ja. Maar des te belangrijker vind ik het en des te dankbaarder ben ik dat u hier toch wel bent, zodat wij er gewoon over kunnen praten. Want dat heeft ervoor gezorgd dat we vandaag ook de band hebben met elkaar die we hebben. Dus, ja, laten we bij het begin beginnen. Is het handiger? Ja, nee, laten we gewoon bij het begin beginnen. Wat ik normaal gesproken altijd doe, ik geef een beetje aan van, dit is eigenlijk wat ik heb gezien. En dan ben ik heel erg benieuwd naar uw kijk erop. Ik heb bijvoorbeeld, ik ben erachter gekomen dat heel veel van de dingen die ik doe, dat ze voortkomen uit onzekerheid of wat ik me heel vaak niet gezien heb gevoeld. Want ik weet nog bijvoorbeeld die ene dag dat wij met elkaar, ik had het eigenlijk niet eens zelf verteld. Ik had het aan, ik noem even bewust geen namen. Dat is puur omdat ik het over mijn verhaal wil hebben. Maar u weet altijd wel over wie het gaat. Maar de dag dat u te horen kwam van, hij heeft mij aangeraakt en ik was bang. En dat hij dus in principe op zijn knieën ging en tegen u zei van, Lydia, fugado mijn zwering. Ik zweer het, ik heb dat kind niet aangeraakt. Ja. Ja, dat weet ik nog, ja. Ja. En ik zag het. Ik zat op de trap namelijk en kon in dat kamertje kijken, want er is glas toch aan de bovenkant. Dus ik was op de trap bovenaan en ik zag hem op zijn knieën gaan en hij was aan het huilen. Ja, ja. Krokodillentranen noemt men dat. Ja. Vandaag aan de dag. Vandaag, zeker, ja. 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 En toch was het destijds, ik was eigenlijk heel erg benieuwd van wat was de reden dat u toch had besloten om nog verder met hem in die relatie te blijven? Ja, dus de manier hoe hij zich had opgesteld toen hij begon te huilen, dacht ik van, ik weet niet wat ik moest doen. Van, laat me toch aankijken als het, misschien is het zo, maar laat me toch een kans geven dat toch van denken van, omdat diegene had gezegd van, ik zweer het op mijn kinderen, kinderen van me kunnen doodgaan, dan denk je van, het is niet je waar. Gaat het niet doen om te zeggen van, op je kinderen. Ja, precies. Dus daardoor. Mm-hmm. Maar niet van geloven, ik geloof in hem. Ja, precies. Dus want het ging eigenlijk, je denkt van, zoiets ga je niet doen om te zeggen van, mijn kind gaat doodgaan. Juist. Je gaat het niet doen. Ja. Dus daarom. Mm-hmm.
Dus op dat moment, ja, het feit dat hij durfde te zweren op zijn kinderen. Ja, dan denk je van, iemand gaat zoiets niet, die moet niet krijgen van, ik doe het om een keer. Ja, precies. Ja. Dus ja, dus toen besloten van, oké, ik ga het gewoon nog even aankijken. En weer verder proberen om te kijken. Maar het was niet prettig van binnen, binnenin van mij. Ja. Het was echt niet prettig. Ik voelde me niet prettig. Ik heb het altijd gezegd. Als het om mijn kind gaat. Ja, dan liever ik dan mijn kind. Dan kan er iets liever met mij gebeuren. En dat gebeurt uiteindelijk. Dat ik vertrouwen meer hebben. Je gaat anders zijn. Dus daardoor dat ik had gedacht van, en als iemand zo huilt en ik zweer het, dit en dat, dan ga je anders bekijken. Kan het zijn dat het misschien ook was dat u zo gehandeld heeft omdat u niet beter wist? Nee, ik wist niet beter dan zo. Dan zo te handelen, Want, u komt, kijk, we hebben natuurlijk sowieso een hele generatiekloof. Ja. In deze tijd is weer een hele andere tijd dan de tijd waarin u bent opgegroeid. Ja. En wat ik zo'n beetje weet, want we hebben gelukkig echt een hele mooie band. Ik denk dat, ik ben echt heel dankbaar dat ik gewoon met u over alles kan praten. Dat is gegroeid natuurlijk. Want er is een periode geweest dat dat minder was. Dat was er. Maar als ik dan denk van, vaak doen we dingen. Hoe ga ik het beste zeggen? Oké, de manier waarop wij dingen doen is hoe wij hebben gezien dat ze gedaan werden. Het klinkt heel cryptisch, maar bedoel, opvoeden, dat gebeurt door handelingen die kinderen zien. Je kan namelijk 10 dingen tegen een kind zeggen, maar het is datgene wat je doet dat een kind gaat kopiëren. Toch? Dus dan kom ik terug een beetje bij dit stuk en dan denk ik in mezelf van, u wist niet beter. U heeft gezien van, maakt niet uit hoe moeilijk een relatie zou kunnen zijn. Je zet je schouders eronder en je gaat proberen. Yeah. Had u misschien zelf, want het zijn 2 vragen die ik eigenlijk heb, had u misschien zelf zoiets van, ik kan haar wel beschermen, ik kan ervoor zorgen dat dit niet meer gaat gebeuren? Ja. En zo ja, hoe? Hoe zag u dat toen? Ja, toen ik dacht van, ik ga proberen dat het niet meer gebeurt. Want kijk, als moeder, niemand weet wat je hier van je draagt. Van binnen je hart. Ja. Dat verdriet, dat pijn wat je krijgt van, ik ga proberen om te kijken. Want als het nog een keer gebeurt, dat ik, ben ik klaar met je. Dan ben ik helemaal klaar met je. En dat kan me voorstellen, kijk, bij mij bijvoorbeeld is de gedachte, is de gedachte heel vaak geweest van, maar waarom aankijken? Wat was de reden? Dus even los, want ik weet dat het niet om die man ging. Dat weet ik. Maar wat was de voornaamste reden dat u het idee had van, ik blijf het toch nog even aankijken? Even los van wat hij zei. Even los van dat hij het gevoel heeft gecreëerd dat hij niet loog, omdat hij op zijn kinderen heeft gezworen. Ja. Maar wat was voor u de noodzaak om toch in een relatie te moeten zijn op dat moment? Ik weet het niet meer. Want op de duur, toen ik zag van, ik kom niet meer thuis bij jou om zo iemand van je. Ik zeg, dat kies ik voor mijn kind. Ik zeg, je hoeft je poten niet meer te trappen. Ik ben klaar met je. En zo heb ik hem in vriendschap gehouden. Tot de dood. Ja. Ja.
Mm-hmm. Ik zei, nee, dan kies ik voor mijn kind. Mm-hmm. Dan hoeft het voor mij niet meer. Ja. Blijf maar. Ja. Vandaar dat ik, toen ik hoorde van, mij zo ziek geworden, met dat naar Gadoestraven. Mm-hmm. Ben ik naar Suriname gegaan. Mm-hmm. Daarom, toen hij dood was, was ik ook niet hier. Mm-hmm. Ze, die anderen me zeiden van, wouden je niet zeggen, want we dachten van, ik zei nee, ik kon hem gewoon zeggen. Ja. Geen verdriet. Mm-hmm. Mm-hmm. Iedereen kreeg zijn straf. Ja. Op den duur. Mm-hmm. Dus ja, ik zou niet zitten huilen of voelen van, ja. Ja, nee. Mm-hmm. Ja. Ik was zo blij van, niet omdat hij dood was, ik zeg, jouw vader, die was heel anders, die zou dit nooit hebben gedaan. Mm-mm. En ik wist precies hoe hij was. Mm-hmm. Ja. Dus ja, toen was ik klaar. Ja. Ik dacht, nee, die voor mijn kind, mm-hmm. Nou, liever gebeurt er wat met jou dan met mijn kind. Ja. Want ik heb voor mijn kind gevoeld. Ik heb het 9 maanden gebracht. Iedere moeder, je voelt voor je kinderen. En je houdt van je kinderen. En ik hield van mijn kind. Ik houd nog steeds van alle kinderen van mij. Ja. Dus als er wat met hun gebeurt, voel ik het ook. Mm-hmm. Ja. Als moeder. En toch is het grappig om te zien hoe, of ironisch eigenlijk, om te zien hoe we soms zelfs in onze liefde keuzes kunnen maken die niet altijd goed zijn, zeg maar, voor het kind. Die dag dat u dat, zeg maar, had besloten, toen, en toen hij dus daar nog steeds was, toen dacht ik echt van dat u ervoor had gekozen omdat u mij niet geloofde. Ik dacht dat u hem geloofde boven mij. Nee, niet dat ik hem geloofde boven jou. Ik geloofde jou. Omdat ik... Dus het is de manier hoe hij heeft gehandeld. Van zeggen van ik zweer het. Mm-hmm. Op mijn kind gaan doodgaan. Dat kan met mijn kind gebeuren of wat dan ook. Mm-hmm. Maar niet dat. Ja. Want ik heb het altijd ook gezegd van... Als iemand aan mijn kind komt, dan komt diegene ook aan mij. Mm-hmm. Ja. Ja. Nou, fast forward, want dat heeft natuurlijk... Ik geloof altijd dat... fast forward, dat betekent dat ik weer een stukje terug ga naar achter, eigenlijk naar het verleden. Want er waren 2 vragen die ik had. Dat was er eentje van. En dan was ik ook wel heel erg benieuwd van... Wanneer we handelen omdat we doen wat we... Wat we zien in onze opvoeding, is bij mij eigenlijk al meteen de eerste vraag van, hoe zou uw moeder hebben gereageerd in zo'n situatie? En hoe is er gereageerd in zo'n situatie? Want we doen wat we... Hetzelfde als ik, hoe ik heb gereageerd, gedaan dan. Ja. Ja. Precies. Dat weet ik, ja. 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 Want vond u het uiteindelijk moeilijk? En ik weet de eerste keer dat we erover hebben gesproken is inmiddels alweer jaren geleden. Maar vond u het moeilijk om het met mij daarover te hebben? Ja. 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 Omdat ik... bijna zo ben opgevoed. Mm-hmm. Ik vond het moeilijk, ja. Ja. Het was een beetje zwaar voor mij. Ja, wat was er precies zwaar? Ik is de manier hoe ik ben. Wij zijn opgevoed met die verstande van... Je weet niet hoe je het met je kind moet over hebben. Mm-hmm. Erover moet hebben... Het respect dan, zeg maar. Mm-hmm. Je bent niet zo opgevoed om met je moeder erover te praten. Ja, en als u zegt erover praten, dan bedoelt u over seksueel misbruik? Ja. Ja, dat als je het daarover hebt. De schaamte dan. Ja. De schaamte wat je had. Mm-hmm.
Je weet niet hoe je het moet, ermee moet beginnen om erover te praten. Heeft u er vroeger zelf wel eens mee te maken gehad? Ja. Vandaar. Ja, en kan het zijn dat u daarom heeft gereageerd zoals u heeft gereageerd? Ja. Want heeft u dat kunnen verwerken? Diegene die zei van, ik zweer het is niet waar, ik heb het niet gedaan of dat dan ook, maar ik ben toch naar mijn moeder gegaan om het aan mijn moeder te vertellen. Ja. En mijn moeder was zo boos dat ze begon uit te schelden. En diegene die zei... Wie, die man van, of u? Ja, nee. Die man ging ze uitschelden? Ja. Ja. En zeggen van... het is niet waar. En die heeft ook gezegd dat ik loog. Het niet waar was. Ja. Wauw. Ja, het is helemaal niet waar. Ik zweer van nee. Eigenlijk heeft het zich gewoon herhaald. Ja. Als je dan kijkt. Ja. Ja. Best wel eng. Ja. Het is wel een enge gedachte dat eigenlijk zo'n cirkel zich heeft herhaald. En weet u nog... En toen ik groot ben geworden, ik ben volwassen geworden, met kinderen. En toen ik met hem sprak, ik moest een boodschap doorbrengen, maar ze zegt zo. Dat is zijn eigen kind die voor zei, waarom kijk je er niet in haar gezicht? Ja. Met haar praat je, dan kijk er aan. Maar hij deed zo. Zijn hoofd omlaag. Ja. Heeft hij ooit zijn excuses aangeboden? Nee. Niet. Denkt u dat het wat had uitgemaakt? Had het u een beetje geholpen? Als hij zijn excuses had aangeboden? Bij mij niet. Nee. Want wat hier zit... Ja, van binnen. Blijft, ja. Dat zou blijven bij mij. Ja. Ik, niet dat ik zou zeggen lachen of later. Nee. Bij mij niet. Maar heeft u dan in die tijd... Want heeft u dan in die tijd dan hem altijd nog ook als... even kijken. Want wat ik probeer te doen met deze vraag is eigenlijk om gewoon wat meer openheid te creëren. En niet om per se in te zoomen op een persoon. Maar ik wil teruggaan naar het gevoel. Want eigenlijk hebben we eenzelfde om soort... Om hem te vergeven, nee. Nee, u heeft hem niet vergeven? Nee. Nee? Nee. U heeft hem nooit vergeven? Nou. Ik ben het nooit vergeten. Dan. Dat is ook ik niet. Ik kon het niet vergeten. Makkelijk, nee. Nee, vergeten dat gaat inderdaad ook niet. Nee. Ja. Maar vergeven? Denkt u dat u... Ik weet het niet waar. Ik weet wat ik heb geleerd in de afgelopen tijd, in principe. Omdat ik weet het niet, maar ik ben een haatdragend mens. Ik ben zo geboren, laat me het zo zeggen. Nee, u zegt dat altijd, maar ik ga u toch corrigeren. U bent niet haatdragend, u bent een ontzettend liefdevol mens. U kunt wel heel lang boos zijn. Ja, dat wel. U kunt wel heel lang boos zijn. Ik ben iemand... Ik zeg het wel, haatdragend. Ik kan bepaalde dingen nooit vergeten. Vergeten dan, zeg maar. Ik weet het niet. Of misschien ben ik zo geboren, ik weet het niet. Ik denk dat als we... Want kijk, omdat vergeven... ik dingen niet kan vergeten. Ik ver... iets van jaren... Toch ga ik het erover hebben. Maar u heeft mij ook vergeven. Ik heb ook dat dingen is, gedaan. Ja, die... je bent mijn kind. Ja. Dus u kunt wel vergeven. Ja. Het is een keuze. Ja, mijn kind kan ik vergeven. Maar een, iemand anders die geen familie is zelf, dat niet. Ja. Oké, maar als we dan eventjes teruggaan naar het stukje van, kijk, wanneer we leren om te vergeven, dan doen we dat voor onszelf. We doen dat niet voor een ander. We vergeven die persoon niet omdat we daarmee zeggen van, hé, je hebt nu goedkeuring voor hetgeen wat je hebt gedaan. We vergeven iemand puur om ons eigen hart gewoon lichter te maken en verder te kunnen. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, mijn familie, wij zijn zo opgevoed, de Powells, de Marcus, de allemaal, als we...
als er wat tussen ons was gebeurd, mm-hmm. dan gingen wij bij ons op plantage. En die ouderen van ons, die riepen ons allemaal bij elkaar. Mm-hmm. Kom hier staan, kom hier staan, kom hier staan. Mm-hmm. En praten jullie met elkaar. En vergeven. Mm-hmm. Ja. Want we kregen allemaal pak slaag, groot of klein. Ja. 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 Jullie moeten het goed maken. Mm-hmm. En zo zijn wij allemaal opgevoed. Mm-hmm. Om in ieder geval familie te vergeven. Ja. 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 Dus dan kan ik het wel goed zeggen als ik zeg van, op dat moment heeft uw moeder ook een keuze gemaakt. Ja. Om eigenlijk bij iemand te blijven die wel u pijn heeft gedaan. Ja. Dus was het makkelijk om uw moeder te vergeven? Ja, ja toch. Mm-hmm. Toch. Want later zei ik tegen mijn zussen ook. Hoe dan ook, het is je moeder. Mm-hmm. Ik heb ook aan mijn moeder gezegd, een keer dagje. Zeg maar, weet je dat je dit met mij, je hebt een pak slagen gegeven. Toen zat ze naast mij, vergeef me mijn kind. Mm-hmm. Ik wou iets goed van je maken. Goed zien van jou. Mm-hmm. Is niet dat ik het met opzet heb gedaan. Met wreedheid of vraag. Mm-hmm. Nee. Ja, heeft ze me omhels. In de Hugo de Groenstraat. Ze is ze. Neem me niet kwalijk. Maar hebben jullie het wel eens gehad over het misbruik? Ja. Ja? En heeft ze daarom ook vergeving gevraagd? Of zijn jullie niet zo diep? Ja, dat heeft ze wel gedaan. Mm-hmm. Heeft ze wel gedaan. En heeft u kunnen begrijpen waarom ze de keuze heeft gemaakt die ze heeft gemaakt? Later wel, ja. Ja? Naarmate je ouder wordt, dan ga je aan dingen denken. Klopt. Ja. Dat heb ik ook wel. Ja. Dan ga je denken van, Mm-hmm. Ja, mijn theorie was eigenlijk een beetje zo. Mijn theorie was eigenlijk een beetje zo van dat het zou kunnen komen doordat natuurlijk toen Zalig kwam te overlijden, toen mijn vader kwam te overlijden, toen bleef u achter met 5 kinderen en heel kwetsbaar eigenlijk, de meiden en jongens. En ik had het idee dat het misschien zo was dat u het moeilijk vond om het gezin in uw eentje, zeg maar. Ja, het was wel een beetje zwaar voor me geworden, maar toch wou ik het dus alleen doen. Mm-hmm. Maar ja, later dacht je van, dan ben ik toch niet alleen. Ik heb iemand gevonden die me misschien met die kinderen kan helpen, opvoeden en zo. Mm. Maar ja, het is anders gelopen, dus. Mm-hmm. Ja, want alleen met 5 kinderen is natuurlijk ook niet heel erg makkelijk. Dat is begrijpelijk. Voor mijn gevoel was het echt best kort nadat mijn vader was overleden. Hij was altijd gewend om te zeggen Zalig. Yeah. Nadat hij was overleden. Dat ik hoorde dat er iemand was. En aan de ene kant was ik blij voor u. Er waren 3 kanten. Er was 1 kant die was blij voor u. Er was een andere kant die dacht, oh, dan heb ik weer een vader. Ja. En dan was er een kant van die zoiets had van, ik hoop niet dat die gaat doen alsof die mijn vader is. Eigenlijk een beetje heel, heel dubbel als kind zijnde. Ja. Dus eigenlijk was ik best wel, ik was best wel blij, want dan leek het alsof alles weer normaal zou worden. En met normaal bedoel ik gewoon van, dat je moeder in huis is en dat er een vaderfiguur in dit geval dan in huis zou zijn. Maar dat, heeft toch wel anders uitgepakt. Uiteindelijk. Als u nu terug zou kijken, wat zou u anders doen? Hoe anders? Ja, in uw keuze. Wat u zeg maar toen. U heeft toen gekozen om te zeggen van ik heb gekozen om het nog heel even aan te kijken. Omdat waarschijnlijk omdat er meer speelde dan alleen maar de band met die persoon.
Wat zou u nu anders doen? Zou u überhaupt iets anders doen? Nu? Mm-hmm. Dan zou ik denken van alleen blijven. Mm-hmm. Tot de dood. Ja. Ja. Maar dat hoeft ook niet, hè? Nee, maar... Want ik... Ja, je weet niet wie je moet vertrouwen. Mm-hmm. Mm-hmm. Je weet niet meer wie op je pad komt, wie je nog meer kan vertrouwen. Ja. Want die persoon die, wat je denkt van, ik kan die vertrouwen, ik heb een vertrouwen in hem. Ja, dan krijg je straks weer een teleurstelling. Mm-hmm. En dat, ja, dat is het beter zo. Mm-hmm. Dat je alleen bent. Ik heb mijn eigen sleutel waar ik kan gaan wanneer ik wil. Ja. Niemand die op me let om te zeiken van, ga je weer weg of ga je daar? Zou je nou zeiken? Huh? Zou je nou zeiken? Of zou je zeggen? Ik weet niet, mijn oor verstaat verschillende dingen. Nee, die gaat kan zeggen van, waar ga je weer? Mm, ik verstond dat je zei, die kan zeiken. Nee, ik denk, zeiken. Kan zeggen. Oh. Ja. Ja. Nee. Ik zou waarschijnlijk hebben gezegd zeiken daarom. Nee. Mm. Want je hebt zulke mensen ook en ik ga niet meer binden met iemand dan zeiken. Nee. Nee. Het hoeft niet. Nee, maar het is toch ook wel... Ik denk dat het ook wel moeilijk moet zijn om, zeg maar, je leven op te pakken nadat je partner, met wie je ook kinderen hebt, is overleden. Ja. Dan zit je in een rouwfase. Ja. Er gebeurt... Kijk, toen was ik kind en keek ik het vanuit, ik had mijn vader verloren, maar ik heb eigenlijk nooit toentertijd... erover nagedacht dat u uw partner bent kwijtgeraakt. Ik dacht alleen maar, mijn vader is overleden. Ja. Maar als je partner komt te overlijden, dat is een klap op zich. Ja, dan ben je alleen. Je hebt niemand om te praten. Niemand die je kan zeggen van, laten we dit doen, dat of zo. Nee. Mm-hmm. Want hoe oud was u toen alleen. Zalig kwam te overlijden? Laat me denken, als het nu... Als het nu... Hoeveel jaar is het nu geleden? Ik was 10. Oh, dat is 36 jaar geleden. Ja. Hoe oud ben ik? 46. Oh ja, schandalig hè? Ik ben 46. Oké. Okay. Yeah. Ja. Dus ja, ik word 47. Ja, ik moest heel even... Ja, dus... dus dan even kijken. Dat was het 36... Hè, wat was mijn rekensom nou ook alweer? Wat wilde ik doen? Ik was 10... Oké. Okay. Wacht even. Ja, 36 jaar geleden. Guido was 4 jaar toen hij overleden was. En nu is Guido 41. Hij wordt 41, toch? Hij is 41, nee, heeft gelijk. Augustus. Ja, nee, wat ga ik u vertellen? Gewoon. U bent die moeder. Ja, sorry. Oké, maar dat was dus 36 jaar geleden. Dus dat betekent, u was 41. Ja. U was 41. Toen uw partner overleed en u achterbleef. Ja. Met 5 kinderen. Ja, en hij is zo'n 50 geworden. Ja, hij was nog 49 inderdaad. Ja. En dan... Ja, dus we moeten wat ik wil doen is even teruggaan naar die tijd. Want ik weet gewoon van... Kijk, als er mensen nu zitten, gaan ze luisteren, gaan ze zeggen van... Ja, maar als je kindje dat komt vertellen... Dan doe je die man toch de deur uit. En dan dit en dan dat. Maar er is meer wat er speelt op dat moment. Je hoopt eigenlijk gewoon dat je dochter het verkeerd heeft. Ja. Dat is wat je hoopt, denk ik. Toch? Ik weet het niet, maar omdat ik het al eerder met mezelf al heb meegemaakt. Weet je eigenlijk dat het waar is. Ja. Maar je wilt er niks mee doen op dat moment, want je kiest toch om te zeggen van oké, ik blijf. Ja. Omdat het makkelijker is. Kijk het aankijken hoe het verder zal lopen. Ja. Ja. Oké. Maar ja, dan is er uiteindelijk toch een moment gekomen. Kijk, ik weet van, het is niet opgehouden. Het is niet zo, het is niet, zeg maar, in dezelfde vorm zo doorgegaan. Maar het is niet opgehouden. Nee. Sterker nog, ik had daardoor het gevoel dat die sommige momenten misschien het idee had van, je kan me toch niks maken of zo. Dat idee had ik. Maar ik werd, na dat moment werd ik steeds... assertiever, zo noemen we dat. In de Surinaamse volksmond zouden we zeggen, ik werd brutaal. Ja. Dat is zo. Nederlands talig zeg je, je bent assertief. En Surinaams-Nederlands, je bent brutaal, je bent vrijpostig. Ja.
Want ik had altijd wat terug te zeggen, want ik had het gevoel dat ik voor mezelf moest opkomen. Omdat niemand anders het voor me zou doen. Ja. Maar toch zeg ik, als ik terugkijk, ik ben wel op een punt gekomen dat ik zoiets heb van, u wist ook niet beter. Ja. U heeft gehandeld zoals u... Zoals, ja, zoals voor u het beste was. Maar daarom was ik benieuwd naar, zou u het nu anders doen? Wetende wat u nu weet, zou u nu een andere keuze hebben gemaakt? Ja, zou ik hem zeggen. Ja. Donderop, ik kom nooit meer terug. Ja. 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 En soms moeten we dat soort, door dat soort dingen heen, inderdaad. En dat... Ik ben wel echt super dankbaar dat we op een gegeven moment... toch wat dichter bij elkaar zijn gekomen. Want er is een periode geweest dat we, dat we zeg maar wel contact hadden, maar niet echt super close waren met elkaar. Yeah. En voor mij had dat er ook een beetje mee te maken, omdat ik het idee had van ja, ik ben al die tijd, heb ik toen geleefd met dat u mij gewoon niet geloofde. Totdat we er op een gegeven moment over hebben gesproken. En toen heb ik u ook verteld hoe ik me voelde eronder. Ja. En u bent toen ook heel open en eerlijk naar mij toe geweest. En toen besefte ik ook eigenlijk, ja, het klinkt heel gek, maar we zaten in hele verschillende tijden. Ja. Heeft u dat eigenlijk net zo ervaren of is dat meer vanuit mijn kant? Ja, zo zal het zo eens zijn, ja. Ja, vroeger was het anders, maar in die tijd werd alles anders dan, ja. Maar wat bedoelt u met werd alles anders? Dat, jij een soort andere manier van jonge mensen, die nakomelingen, anders zijn dan die mensen van vroeger. Ja. Hoe je bent opgevoed. Ja. Want vroeger, sommige mensen die zeiden van, ik geef je pak slaag omdat je liefst, je dit, je dat, terwijl het onnozel was. Ja. Onnodig. Ja. Want is de manier dat diegene het niet gelooft of wat dan ook. Of denkt van, ja, die is een grote man of een vrouw, die kan niet liggen. Ja. Want die pak slaag heb ik ook van mijn moeder gehad, van mensen. Die kwamen zeggen van dit, terwijl het niet waar was. Maar ik heb die pak slaag wel gekregen. Ja. Wauw. Dat ik ziek ben geworden. Ja. Ik kon bijna niet opstaan, niet lopen. Maar ja, koorts. Omdat mensen hebben gelogen. Maar het is een grote vrouw of een grote man, die kan niet liegen. Juist. Dat zeiden ze. Dat zeiden ze. Ja. Ja. Maar daarom ben ik ook extra trots op u dat u wel met mij in dit gesprek gaat. Ja. Omdat ik weet dat het een hele grote drempel is. Ja. En ik weet dat er misschien wel tantes en kennissen zullen zitten en ze zeggen van, maar waarom vertelt ze dat? En waarom? Ja. Maar het is juist belangrijk, omdat dit is een brug. Ja. Van één generatie naar een andere generatie. Ja. Om elkaar in tegemoet te komen. Ja. Zonder oordeel. Maar gewoon alleen vanuit liefde. Ja, 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 ja. Want ik ben uiteindelijk super dankbaar dat u mijn moeder bent. Ik bedoel, ik heb geen wrok. Er is een poos geweest dat ik niet zo goed wist hoe ik ermee om moest gaan. Echt een hele lange poos. Maar uiteindelijk heb ik hulp gehad. Yeah. En helaas was natuurlijk zijn verhaal niet het enige verhaal. Dat maakte het ook een stukje lastiger. Yeah. Maar ik ben wel dankbaar dat we het vandaag de dag erover kunnen hebben. Ja. Zeker als ik kijk dat u eigenlijk uit een hele andere generatie komt. Ja. Die dus zijn vuile was niet buiten hangt. Ja. Zoals we dat noemen. Ja. En daardoor ook niet de kans krijgt om erover te praten. Ja. Dus ik ben wel echt super trots op u.
Dat u ook in dit stukje die cirkel doorbreekt. Ja. Ik weet dat het niet makkelijk is. Ja. En ik denk dat de luisteraars ook al wel zullen horen dat ik wat meer praat dan mijn moeder. Hè? Dat ik dat niet van haar heb. Ik weet niet, was mijn vader zo'n babbelaar? Of viel het mee? Ook niet. Maar daarvoor wie heb ik het? Dan was het echt van jezelf. Van mezelf. Ja. Van mezelf. Want je weet toen, je thuis bracht toen je klein was. Ja. Toen hij thuis is gekomen, heeft hij je vader gezegd. Pief je een apje in die zin? Jong apje, tatakelijk een gramma jongen. Sa! Mijn vader zelf zei van, is voor een wanger, want dat is een moromi gramma. Ja. Ja. Als ze begon. Als ik begon te praten, ja, iedereen wou dat ik stil was. Ja. Ja. En daarom ben ik extra trots dat ik mijn stem vandaag de dag mag gebruiken voor juist onderwerpen die dus onbesproken lijken. Waarvan men dus zoiets heeft van, hey, stop het maar onder het tapijt. Hey, shht, hou je mond erover. En ik denk dat als er één ding is waarop ik terug kan kijken, dat ik zeg van, oké, dat is uiteindelijk is het een gave. Uiteindelijk is het een ontzettend mooi cadeau wat ik heb gekregen. Ja. Om iedereen de oren van het hoofd te kletsen. Ja. Dus eigenlijk moet u zeggen tegen mij, dankjewel dat je zoveel praat. Waarom? Dat wilde ik. Ik wilde het even uit de tent lokken. Want ze was een beetje te lief. Want jullie krijgen nu de lieve versie. Hè, van, Maar kijk, daar kwam ze eventjes. Hè. Waarom? Ja. Gewoon daarom dat ik het vond. Omdat ik gewoon ook een complimentje wilde. Ik ben altijd zo geweest hoor. Ik ben niet. Ik praat niet veel. Mm-hmm. Vanaf kleins af was ik nooit of iemand die veel sprak. Ja. Ik was altijd schuw. Ja. En naar mensen toe. Ja. Maar gelooft u ook niet dat sommige dingen je gewoon uit je, dus zeg maar, bepaalde trauma's uit je jeugd je zo kunnen maken? Ik bedoel, want wat als u niet een heel schuw persoon van uzelf was, maar dat u eigenlijk schuw bent geworden door de omstandigheden, onder andere? Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je hele jeugd heeft bestaan uit alleen maar misbruik. Dat wil ik absoluut niet zeggen. Nee. Ik bedoel, want er waren nog meer kanten. Nee. Maar ieder stukje vormt ons in wie we zijn. Toch? Ja. Denkt u niet dat dat... Nee. Ik denk dat het gewoon uw eigen karakter gewoon is. Ja, dat denk ik. Want ik sprak wel niet veel, maar ik was ook niet op mijn mondje gevallen. Ja. Ja, als iemand wat deed, zei ik het gelijk. Ik ging naar mijn moeder, ik zei ja. Ja. Dus maar volgens mij is dat mijn karakter dat zo is. Ja. Ik heb gemerkt dat, want ik heb zeg maar ook wel even bij die kinderen nagevraagd van, hey, wat voor soort type moeder was ik? Want u zal het vast ook wel hebben gehad. Ja. Wanneer je opgroeit, dan heb je het idee van dat je... Wanneer je opgroeit, heb je het idee dat je... wanneer je opgroeit heb je het idee dat je dingen, of dan roep je altijd dat je dingen anders gaat doen dan je moeder. Ik ga nooit zo zijn. Ja. Toch? Ik bedoel, dat heeft u vast zeker van, ja, dat wat mijn moeder zo deed, dat ga ik anders doen. Ja. Je hebt sommige dingen, ja. Dan denk je eraan van, ik ga het niet zo doen. Ja. Maar uiteindelijk doe je het dan toch een soort van wel hetzelfde bijna. Sommige dingen. Bijna, maar niet zo. Want bijvoorbeeld als iemand mijn moeder wat kwam zeggen. Had mijn moeder een lat bij de hand om je pas te geven. Maar ik ben niet zo. Weet je, of ik ga je gewoon uitschelden. Ik zit te denken soms van, zal het waar zijn of niet? Ja, je zit je
denkt eraan van... U neemt eigenlijk, heeft niet gelijk aangenomen wat anderen tegen u zeiden. Ja. Omdat het... Ja, ze hebben het ook met mij gedaan. Dus mm-hmm. dan... Ja. Dus nee, zo zie je eigenlijk hoe cirkels zich onbewust al beetje bij beetje verminderen. Ja. Want uw moeder deed iets op een bepaalde manier. U heeft gezegd, oké, ik ga het anders doen. U deed het alweer op een iets andere manier. Ik heb het ervaren. En ik dacht, nou, dat ga ik ook weer anders doen. Ja. En vandaag de dag heb ik bijvoorbeeld gewoon gesprekken. En ik neem ook sowieso niet aan... Oké, mensen komen niet echt bij me klagen of zo. Maar stel dat ze dat wel zouden doen, neem ik ook niet direct aan van oké, dit is zo. Ik kijk natuurlijk en naar de situatie. En je kijkt ook natuurlijk naar hoe je kind is. Ja. Want soms weet je gewoon dat iets klopt. Ja. En van sommige dingen weet je gewoon van hé. Ja. Maar ik weet wel bijvoorbeeld wel dat als er bijvoorbeeld nu iets gebeurt waarvan ik weet dat mijn kinderen dat niet misschien in hun eentje zouden kunnen oplossen. Dat ze wel bepaalde signalen zullen kunnen herkennen. Ik geef hun bijvoorbeeld wel de ruimte om nu bijvoorbeeld te zeggen... stel dat ze iemand zien, een familielid die ze eigenlijk nog niet eerder hebben gezien... of gewoon een kennis, dan krijgen ze van mij wel gelijk mee van... Hey, als je iemand groet, ze hoeven niet in je space te komen. Als jij die persoon geen brasa wilt geven, dan hoef je dat niet te doen. Nee. Je hoeft mensen sowieso niet te zoenen. En zeker, het maakt me niet uit, als... ik geen toestemming daarvoor geef en je ook vanuit je gevoel niet voelt van dat het oké is. Stap niet zomaar bij mensen in de auto, ook al denken ze of zeggen ze dat ze me kennen. Ja. Ik wil het niet. Ja. Dat zijn wel van die dingen. Dus eigenlijk zijn er steeds meer regels, steeds meer dingen die daaruit voortkomen. Ja. En dat is wel... Ja... Dat is wel heel mooi. Ik denk dat u in ieder geval wel een hele mooie grote stap heeft gemaakt. De twee dingen die ik heb gezien, die, waarvan ik weet dat die echt zijn veranderd. U was eigenlijk nooit iemand die heel erg was met brasa's geven. U was niet nee, zo. Nee. Ben ik nog steeds ook bijna. Ja, maar toch, toch is het wel veranderd. Ja, ik was niet zo. Nee. Is inderdaad zo, ja. 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 Ook naar ons toe als kinderen zijn, ik kan me dat niet herinneren. Maar ik kan me wel herinneren dat er een moment was, of het toen Destiny was geboren. Toen, kunt u zich nog herinneren, toen ik een keer midden in de nacht bij u aankwam, helemaal huilend. Ja. En ze was geboren. En toen ze een paar weken met me is gebleven. Ja. Bij me. Ja, want je kon ook niet goed slapen. Ja. En ik zat er zo doorheen, ik had zoveel verdriet. En ik weet nog, die nacht was ik in de auto gestapt. En toen, ik geloof dat het een uur of vier was of zo. En toen kwam ik bij u en toen vroeg u me van, wat is er gebeurd? Want u schrok omdat ik daar was. En toen zei ik van, ja, ik weet het niet. Het was me gewoon allemaal te veel. Want ja, ik had natuurlijk Diamond verloren en Destiny was geboren. En ik moest me alleen maar richten op... En weet u wat zo gek was, ma? We zaten en ik vertelde u wat er aan de hand was. En op een gegeven moment deed u uw arm om me heen. En dat voelde zo apart, zo onnatuurlijk eigenlijk. Ik dacht, dit doet ze normaal gesproken niet. Ja. Dat ik dacht, hoe moet ik hiermee omgaan? En toen werd ik een soort van wakker. In ieder geval heb ik wel zoiets van dat we nu op een stuk staan waarin we dingen anders doen. Weet u, we doen dingen anders en we zijn meer betrokken bij elkaar. Maar hoe ik dat gemerkt heb, was met dit. Sowieso, met het geven van brasa's was u nooit zo. Maar u zei ook nooit echt uit uzelf van, ik hou van je. Ja. En dat is nu wel veranderd. Sinds een paar jaar zegt u dat ook gewoon. Ja. En daar ben ik echt heel blij om. Ja. Want ik zei het ook nooit tegen die anderen. Nee, maar klopt. De laatste tijden zei ik wel tegen ze. Ja. Nee, maar dat is heel mooi. Want soms weet je wel dat een ouder van je houdt. Ja. Alleen wil je het ook wel eens horen. Ja. En u bent eigenlijk heel erg praktisch altijd geweest. Zo van, ik zorg ervoor dat er een dak boven je hoofd is. Ja. En ik zorg ervoor dat je schone kleren hebt en dat je alles hebt wat je nodig hebt. Dus ik hou van je. Ja. Maar nu, de afgelopen jaren, om het toch wel af en toe te horen,
Dat is wel echt heel erg fijn. Yeah. En dat, in dat stukje ben ik ook heel blij om te zien dat u daarin bent gegroeid. Ja. Want het is ook niet iets wat u heeft meegekregen. Nee. Dus dat is, ja toch? Ik bedoel, uiteindelijk zie je dat u bent hier om iets te leren en om iets over te dragen. Ik geloof dat we dat allemaal zijn als mens. Ja. We leren van en we leren aan. We leren van elkaar en we leren aan elkaar. En ja, dus ik ben wel echt super blij. Hoe voelt dit voor u? Om het hier gewoon over te hebben? Ja, ik voel het gewoon, gewoon goed. Mm-hmm. Dus niet dat ik me ga schamen van dit of dat. Nee. Mm-hmm. Nee, want het gebeurt niet in mijn familie. Het gebeurt in de meeste familie. Zoveel familie gebeurt het. Mm-hmm. Is niet mijn familie alleen. Nee, klopt. Of mijn leven alleen. Mm-hmm. Er zijn zoveel andere vrouwen die dit mee hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar ze komen niet naar buiten. Dat juist. Ze zeggen het niet. Juist. Ja. Dus ja. Juist. Je bent echt een sterke vrouw. Ja. Echt. Dus ik denk, is toch naar buiten gekomen. Ik voel niet zo slecht. Mm-hmm. Ja. Ja, had u dat ooit gedacht? Nee, ik had een andere. Toen je me zei waarover het gaat, mm-hmm. had ik over iets anders. Mm-hmm. Weet je? Oh, waarover dan? Rek. Oh ja, maar dat stukje wilde ik ook aanraken. Jawel, zeker. Ja. Dit was één stukje. Ja, het andere stukje waar ik het over wilde hebben was inderdaad dat stukje. Want daarom zei ik net van, het was één stuk. En eigenlijk was dat het minst heftigste stuk. Ja. Het was wel de eerste keer waarin ik gewoon merkte van, dat ik, dat je het gevoel hebt dat je alleen voor staat. Maar daarna was het tweede gedeelte, de tweede keer dat het me overkwam, was weer die drang om eigenlijk blij te zijn dat er een manspersoon in je leven is. Voor die vervanging van je vader. Ja. Yeah. En ik wil ook weer geen namen noemen. Maar dan merk je dus op een gegeven moment van, er kwam iemand in ons leven, in ons gezin, moet ik dan even zo zeggen. Die verbleef dan tijdelijk bij ons. En ik was eigenlijk zo blij met de band. Het leek als een grote broer eigenlijk. Ja. Dat was het. Het leek eigenlijk als een grote broer. En uiteindelijk heeft hij wel misbruik van mij gemaakt. Nee. En dat was wel echt een. Die heeft ook wel echt heel. Eigenlijk denk ik dat dit stuk wel echt de hele, of een groot deel van het gezin uit elkaar heeft getrokken. Ja. En waar ik dan bijvoorbeeld heel erg veel moeite mee had, maar inmiddels heb ik dat losgelaten, omdat ik weet dat mijn pad is dat hoe ik het heb beleefd, bleek echt te zijn hoe dat ik er alleen voor stond. Zo voelde het. Alsof ik er alleen voor stond, omdat op de een of andere manier worden meisjes die 14, 15, 16. Die worden bijna behandeld alsof ze volwassen zijn. Alsof je beter zou moeten weten. Beter, ja. Terwijl, je bent nog steeds een kind. En deze persoon is 11 jaar ouder dan mij. Dus toen ik 15 was, toen was deze persoon 26. Ik ben geen rekenwonder, maar 26. En dan denk je toch in jezelf, hoe komt het dat er toch mensen waren die naar mij keken van, maar wat had zij anders moeten doen? Je had niet bij hem in de buurt moeten gaan. Je had niet. Nee, ik had zoiets van, misschien dat je gelijk naar mij zou komen om het te vertellen. Om het te vertellen, ja. Want ik wist niet. Nee, klopt. Ja.
En weet u waarom dat niet is geweest? Omdat de eerste keer toen ik het wel had gedaan, er niks mee gedaan was. Dus ik dacht eigenlijk, wat heeft het voor zin? Als ik het nu vertel. Ja. Niemand gaat er toch iets aan doen en alles gaat toch hetzelfde blijven. Dat was mijn gedachte. Ja. En niet eens zozeer van, omdat ik het niet wilde vertellen of zo. Maar ook de consequenties. Ik wist niet wat er zou gaan gebeuren. En in hoeverre ik de schuld zou krijgen. Want nu dacht ik ook een beetje van, trek ik dit aan? Waarom overkomt mij dit? Ja. Alweer. Hoe kan dat? Maar hoe moet dat voor u zijn geweest? Ook als moeder zijnde. Dat je dus... Ja, het was niet prettig voor mij. Mm-hmm. Het was echt niet prettig. Ja, ik vond niet leuk. Het was niet prettig binnen bij mij. Ik had wel een beetje verdriet. Mm-hmm. Want de prachtig jullie kima. Hoe moet ik dat oplossen? Van mijn begin. Je hebt niemand, zeg maar, dat ik een broer had waarmee ik kon gaan. Mm-hmm. Om een verhaal te vertellen. Dat ben ik een jumpo, je hebt me. Nee. Dat was het. Voelde zich eigenlijk ook heel erg alleen. Ja. En niet wetende hoe het op te lossen. Ja, dat herken ik wel. Want dat verdriet, dat maakte dat ik aan je vader dacht van, vanaf de morgen, wie naam nou is, maar waar ga ik naartoe? Mm-hmm. Naar zo'n mama. Ja. Ja. Dus eigenlijk ben je machteloos. U voelt het zich machteloos? Ja, je stond alleen voor. Ja. Ja. Kijk, die van mij was, ik ging naar mijn oom. Nu weet ik ze al op. Ik ga hangen, drapen. Nampanasitak, alles zo zijn. En dan ben ik vertrouwen. Ja, dus er was iemand die het voor u had opgenomen. En voor de betakken. De regering. Maar dan ben ik aan doen, omdat oma betaal doorhangen. Dus ja, maar dan ben ik vertrouwen. Ja. En later, heel later, waren ze geslagen. Ja. Ja. Dus u miste eigenlijk gewoon iemand die het, dat als u het zou vertellen, die aan uw kant zou kunnen staan. Ja. Om het voor u op te nemen. Ja, maar niemand. Dat is ook wel triest eigenlijk. Zo heb ik het ook nooit bekeken. Je bekijkt het natuurlijk altijd vanuit, het menselijk natuurlijk, vanuit de positie waarin het jou overkomt. Ja. En niet vanuit, waar een ander die jou dan moet beschermen, ook invloed heeft. Ja. Ja. Maar vindt u het ook moeilijk om dat soort mensen ook, zeg maar, los te laten? Want wat ik bijvoorbeeld merk, ik ben hem niet zo lang geleden ben ik hem tegengekomen. Ja. Trouwens. Ja. En ik kreeg een soort van een hele gekke paniekaanval in mijn hart. Ja. En ik ben hem ook gewoon voorbij gelopen. Het was ook al een tijdje dat ik hem had gezien. Ik ben hem ook gewoon voorbij gelopen, maar hij riep mij gewoon. Want hij wilde mij gewoon groeten. Hij wilde gewoon met me praten. En ik heb hem gewoon genegeerd. Ik liep gewoon door. Omdat ik ook tussen mijn pauze door zat. En ik ook dacht van, ik heb niet genoeg tijd om met jou een gesprek aan te gaan en jou te vertellen wat ik je eigenlijk wil vertellen. Van wat je mij hebt aangedaan, maar ook wat je binnen mijn gezin teweeg hebt gebracht. En, want het heeft allemaal doorgewerkt. Ik ben zo lang ben ik heel erg wantrouwig geweest naar de mens. Ja. De mens in de buurt van mijn kinderen. Ja, je vertrouwt niemand meer, toch? Ja. Ja. En dat ik wel altijd zoiets had van, dit... En het enge van alles is dat ik het... Het heeft ook heel lang geduurd voordat ik het ook echt kon benoemen. Omdat er heel veel mensen niet hebben stilgestaan bij het feit, deze persoon over wie we het nu hebben, dat hij
haat een bepaalde positie binnen ons gezin. En hij was sowieso 11 jaar ouder dan ik. Ik was nog een kind. En dat er toch genoeg mensen waren die vonden dat ik een relatie met hem had. Terwijl, waar hebben we het over? We hebben het over een 14, 15-jarig meisje. En we hebben het over een 26-jarige man. Een 26-jarige man. Dan denk ik in mezelf, hoe kan het dat er, ja, dat denk ik nu niet meer hoor, maar toen dacht ik wel van, hoe kan het dat ik de schuld krijg? Yeah. Alsof ik in een relatie met hem zit. En het gekke van alles was dat hij, ondanks dat hij dat had gedaan, dat hij ook gewoon echt voor die verstoring in de familie heeft gezorgd, dat hij wel bijna de enige was met wie ik kon bemoeien. Waarvan ik wist, dat maakt het zo dubbel. En ik denk dat dat ook de reden was dat mensen mij anders bekeken. Omdat hij de enige was die dus mij gek genoeg niet oordeelde. Want hij wist natuurlijk wat hij deed. Dat was natuurlijk gewoon zijn spel. Maar ik stond soort van in de familie buitenspel. Er wordt op een bepaalde manier naar je gekeken. En toch is dit de enigste persoon, ondanks dat deze persoon voor al deze problemen zorgt, jou wel als enige, ja, lijkt te zien en te horen. Yeah. Het is echt heel erg ingewikkeld wat ik nu uitleg misschien, maar ja, vandaag de dag heb ik wel zoiets van, als ik hem ooit een dag tegen zou komen in een setting waarin ik gewoon voldoende tijd heb, dan zou ik hem wel echt duidelijk maken van, ik wil niet eens hebben dat je mijn naam roept. Dat moet je niet eens doen. Je moet niet eens denken dat je me kan groeten. Want het is wel een type persoon waarvan ik tegen mijn kinderen zou zeggen, ik vertrouw hem niet met mijn kinderen. Ja. Ja. Dat zou ik niet. Nee. Dat zou ik niet doen. En ik zou niet mijn kinderen niet voor hem kunnen waarschuwen. Ja. Omdat het is allemaal gebeurd op basis van vertrouwen. Ja. Hij was voor mij als een grote broer. Ja. Die toch een soort van vaderfiguur, oudere, hè, een oudere grote broer. In een fase van je leven dat je dat gewoon ook echt nodig hebt. Want ik had natuurlijk wel sowieso mijn broer. Maar die zijn allemaal van mijn leeftijd. Dus dat, ja, het is toch anders. Dus ik denk dat dat, ja. En ik ben ook heel erg blij dat we het daar met elkaar over hebben. Yeah. Over kunnen. Over hebben kunnen hebben. Dat klinkt toch een hele rare zin. Dat we het met elkaar erover hebben gehad. Yeah. En ja. En dat daarin ook gewoon, want het is nog steeds een hele ingewikkelde kwestie eigenlijk. Yeah. Omdat er meer personen bij betrokken zijn, waardoor ik er dus ook voor kies om niet per se namen te noemen. Omdat het mij niet erom gaat om mensen te bashen. En aan de andere kant denk ik in mezelf, aan de ene kant iets in mij zegt van, eigenlijk zou je gewoon maling moeten hebben. Ja, ik zeg nu maling, want mijn moeder zit hier, want normaal gesproken zou ik zeggen, eigenlijk zou je scheet moeten hebben. Maar, nee toch? Was het wel op gepaste afstand, maar voor het geval dat je mijn hoofd zo ziet gaan, dat ze me heeft geschokt. Maar, anyways. Eigenlijk zou ik niks te maken moeten hebben. Kijk, dat was het woord. Eigenlijk zou aan de ene kant. Yeah. Maar aan de andere kant zit ik ook nog steeds een beetje vast in dat systeem. Waarin je mensen niet te kijk zet. Maar het is zo oneerlijk. Vindt u het ook niet oneerlijk? Dat je aan de ene kant, dat je aan de ene kant heel erg rekening moet houden met alles en iedereen die er eventueel bij betrokken is. Ja. Yeah. Terwijl niemand rekening houdt met jou. Ja. Wie houdt dan rekening met mij? Ik ben de enige die rekening met mezelf kan houden. Ja. Ja. Wat zou je doen in zo'n geval? Ja. Ja. Ik heb het niet aan de misgehoord. En zo als aan dit. Dan zou ik, ja, later, mijn abisaas, mama. Weet je, van denken van,
Ja, die zit dan dit of dat hij doet zo. Mm-hmm. Ja, gewoon. Dan kun je... Ja, genegeren gewoon. Je zou gewoon de persoon negeren? Ja. Maar eigenlijk negeer je daarmee je eigen gevoel. Toch is dat niet zo? Want heb je niet het recht om boos te zijn? Ja, oké, die boosheid is al een soort van voorbij, hoor. Behalve als ik er soms aan denk van hoe oneerlijk het is. Weet u wat het misschien nog... Weet u wat het misschien is? Als ik heel eerlijk ben. Er zijn nog genoeg familieleden... die hem gewoon omarmen wanneer ze hem zien. Blij zijn als ze hem zien. Mm-hmm. Terwijl ze weten wat er is gebeurd. Dat is denk ik het stuk wat mij... het meest pijn doet. Want dan lijkt het alsof ik mezelf altijd een soort van moet verdedigen. Alsof het lijkt onbewust. Of het lijkt alsof mensen zonder woorden toch de blame bij jou neerleggen. Want hoe kun jij blij zijn met iemand die dit, al is het zoveel jaar geleden, maar die zoiets heeft gedaan. Zou je je eigen kind toevertrouwen aan zo'n persoon? En als dat niet zo is? Nee. Maar als dat niet zo is, waarom ben je dan wel blij om zo'n persoon te zien? Snapt u wat ik bedoel? Ja, nou. Tenzij die ja, kan even als mijn abietje naar familie, nou ja, dan... Ja, maar om, ja. Ja. Ja, dat is het dus. Ja. Dat ja. Ja, omdat er dus kinderen bij betrokken zijn. Ja, dat snap ik. Ja, dat maakt het lastig. De familie van mij, er is ook zoiets gebeurd. Mm-hmm. En dichtbij zijnde. Mm-hmm. Oké, man is dood, die familie is ook dood. Hebben zelfs kinderen gehad. Mm-hmm. Kind. Ja. Nou, als je heer familie. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, het is familie van oma. Mm-hmm. Ja. Laten we zeggen, we al ons allemaal dan. Ja, precies. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar we voorkomen dit natuurlijk alleen maar door er gewoon open over te kunnen zijn en erover te kunnen praten. Ja. Toch? Mm. Dan, als we weten aan te wijzen wie de mensen zijn die we niet kunnen vertrouwen met onze kinderen. Ja. Als we dat gewoon durven met z'n allen, dan hebben we de halve wedstrijd al gewonnen. Ja. Als we stoppen met het kind de schuld te geven, ja, in plaats van de volwassenen. Ja. Dan is daar ook alweer een hele hoop winst. Ja. En als we dan ervoor zorgen dat we hulp zoeken wanneer er bepaalde trauma's zijn. Ja. Of het nou is dat we met een therapeut of met een psycholoog of whatever het is dat we moeten gaan praten. Als men nou op die neer van mij, dan denk je van, niks, ik moet een hele zaak. Ja. Ik bemoei helemaal niet. Maar zelfs dan, dat zou toch... Sorry, dat zou toch zelf ook geen... Eigenlijk zou dat geen afweging moeten zijn. Want het wil bijna lijken alsof dat een soort van een vrijbriefje is voor iemand van... Nee, kijk. Het was maar als hij geen kinderen heeft. Mm-hmm. Neemt hij ze van vier in toe toch? Ja, klopt. Maar wie moet het dan... Vieren, ja. Ik bedoel, van z'n takken. Nee, ik begrijp wat u bedoelt. Ja, nee. Vroeg of laat, jongen neemt je toch, ik kom bij elkaar. Of mm-hmm. Praten met elkaar, weet je. Ja, maar die kinderen kunnen er dan zeg maar niks aan doen. Niks aan doen, ja, nee. Dus dat blijft hetzelfde. Maar het feit dat die vader dan iets heeft gedaan, en omdat hij kinderen heeft, wil nog niet zeggen dat hij dan nog steeds met open armen moet worden ontvangen, ja, omdat hij de vader is van. Want hij is behalve de vader van, is hij ook de dader van. Ja. En eigenlijk lijkt het alsof dan op het moment dat je ervoor kiest om meer te zien dat hij de vader van is,
dat dat stukje van data dat dat wegvalt, alsof dat niks is. Zo lijkt het op neer, ja. Maar, maar want kijk, als je kinderen heeft, heb je nog hoor een paar verjaardag. Nee, tuurlijk niet, maar dat hoeft ook niet. Nee. Om te zeggen van, ja, dat heb je gedaan, dat heb je gedaan, ik wil niet meer vrienden of zo, weet je. Ja. En ja, zeg maar, jij gaat bij dat kind een keertje. En hij gaat daar bij zijn kind. Ja. Begrijp je? Ja. Hoe ga je ermee om? Kijk, ik zou in zo'n situatie zou ik ervoor kiezen als ik zou weten dat hij ook daar zou kunnen zijn. Zou ik niet gaan, want ik zou dan weten van, hé, dat is een van je ouders. Ja. Dat, die is voor jou belangrijk. Dat staat los van wat ik heb meegemaakt. Maar, ja. Dus ik zou er dan voor kiezen om niet in die situatie te komen. Ja. Want dat is een kwestie van keuzes. Maar zo is het ook een, zo is het ook een keuze van de familie om, zeg maar, kijk, dat het bij de kinderen wordt uitgenodigd, maar als bijvoorbeeld een ander familielid jarig zou zijn, stel u bent jarig, ja, u bent toevallig net jarig geweest, dus, volgend jaar weer, maar stel u bent jarig, ja, en familie zou hem uitnodigen, dan zou ik dat niet gepast vinden. Ik zou dat niet gepast vinden. Yeah. Ik zou niet weggaan, want u bent mijn moeder, ik vind dat u dichter bij mij staat. Ja. Yeah. Maar stel dat ik tegen u zou zeggen, ik voel me hier niet fijn en ik zou willen dat hij weg zou moeten gaan. En nu zet ik u al heel erg voor het blok, maar zou u ervoor kiezen om hem weg te sturen? Ja, ik weet het niet. Dat heb ik geen zo hiermee. Ja. En waar komt die zwaarte dan vandaan? Want eigenlijk kies je op dat moment dan weer opnieuw. Is het, waar ligt dat dan aan? Ja, hoe zal ik het zeggen? Misschien die kinderen gaan zeggen, ja, wraak nam het op dat, je hebt mijn vader weggestuurd. Weet je? Dan door die mino aan het tak nog wani, maar om dat een hele grote ruzie kan komen. Dus eigenlijk, dit is dubbel. Dubbel voor mij ook om te horen, want ik begrijp echt wel waar het vandaan komt. En wetende wat uw karakter ook een beetje is, verwacht ik dit antwoord ook eigenlijk wel. En toch zou ik zo graag willen dat het antwoord zou zijn geweest, ik zou hem wegsturen. Snapt u dat? Ja, ik vind, in het meest, dat is wat ik zou willen, hè? Maar ik zou zeggen, misschien, van luister, misschien zeg ik het niet goed op kan die boerak, maar om te zeggen van, luister, mijn dochter vindt het niet goed dat zij hier is en dat jij, dan moet ik maar kiezen, dan ga ik je zeggen. Om weg te gaan. Ja. Ja. Zo denk ik ook. Ja. Maar ja, goed, u bent sowieso iemand die het lastig vindt om confrontaties aan te gaan. Ja. Tenzij het echt, want denk niet dat er geen confrontatie is, dit ze niet zo oud durven gaan, want er zijn genoeg confrontaties. Maar bepaalde confrontaties vindt u wel lastig om, om aan te gaan. Dat weet ik van u. Kan de, als ik op tijd had geweten dat er was gekomen, dan kan niemand in worden geslagen werden. Want ik zou uitgelden en wegjagen van u, de grootste. Maar, doordat, ik weet niet als je het weet, waar lees je me bij op een bingo. Op mijn sappen met mijn po. Toen vroeg ik, toen zag ik hem daar zitten om naar tv te kijken. Toen zei ik van, waar is ze? Ze is gaan slapen. Maar ik vond het al raar en eigenaardig dat abeens toen mijn kabanje kiepen. Met dat samsa.
Dus toen ben ik boven bij jou gekomen. En ik heb met je gesproken. Ik zei, maar je hebt me niets gezegd. Nee, klopt. Ben ik weer beneden gegaan. En vanaf die dag had ik zo'n gevoel, ik vertrouw je niet. Ja. Want jij bent iemand die, als ben ik er niet, je kan naar tv kijken. Maar ja. Dan moet je achter die bank gaan spelen. Ja. Dus zo zit dat. Ja. Maar omdat jij me niks had gezegd, heb ik ook niet gevraagd. Ja. Waarom dit of waarom dat niet. Klopt. Ja. Ik kan me die dag ook nog wel heel erg goed herinneren. En ik weet dat u kwam naar boven, maar u was eigenlijk al best wel boos. U kwam boven en u begon eigenlijk heel, ja, wat is er aan de hand en dit en dat. En zo begon u. Dus ik klapte eigenlijk ook een beetje dicht, omdat ik ook wist van, gevoelsmatig had ik, ik wist ergens van binnen dat ik de schuld zou krijgen. En ik vroeg me af of het het waard was. Ik vroeg me af of het het waard was om nu te vertellen wat er gaande was, terwijl het de vorige keer niks had opgeleverd. Ja. Ik dacht, wat als hij gaat ontkennen? Wat als ik weer de schuld krijg? Dan voor zomaar, er gaat toch niks veranderen. Dat is wat ik dacht. Dus, ja, dat stukje veiligheid was er toen niet voor mij om het te vertellen. Achteraf gezien was dat misschien het perfecte moment geweest om het te vertellen. Want u was op dat moment boos, maar ik dacht dat u boos was op mij. Nee. Ik dacht dat u boos was op mij. Ja. Precies. Terwijl dat was juist misschien wel het juiste moment geweest, want dan had u die boosheid gewoon kunnen afreageren op hem. Waar het hoorde. Maar omdat u zo boven kwam met die woede en ik zag alleen die boosheid en ik dacht, oh nu is het mijn schuld. Ja, nee. Dus toen klapte ik eigenlijk dicht en heb ik niks gezegd. Toen heb ik contact, kan ik even naar voetbal kijken? Dat ben je heel raar. Ja. Want ik zei niks, ze zei, je lult gewoon wel. Ik moet er even, maar je lukt ook aan voetbal hier niet. Ja. Ik kan je zo, ja. Juist. Maar hij kwam, hij woonde niet meer. Nee, hij woonde toen niet meer bij ons, nee. Poststraat. Ja. Ja. Klopt. En daar werd ik boos. Ja. Van, zodat ik kom met prasetak dadelijk, je gaat niet dat je lukt of even maar lukt. Ja. Maar je tak even 5 minuten en dan laat je de hele tijd. En ja. Daarmee ben ik ook iets van soort raken. Ja. En weet je dat ik dat nooit gemerkt heb? Ik heb altijd gedacht dat die boosheid naar mij toe was. Ik dacht altijd dat die boos was op mij. Ja, omdat toen ik binnenkwam, ik schrok. Want dan ben ik nog maar TV. Maar dan moet je aan de bank bang. Die bank die aan de kant. Dus ik schrok nog. Ik dacht, dan ben je accent aquarius, doe je dat. Ja, ze is boven gaan liggen, ze slapen. Ze gaan slapen. Toen ben ik boven gekomen. Om te kijken wat er aan de hand is. Ja. Ik vind het heel mooi dat we hier gewoon zo over hebben kunnen praten. Ik denk het allerbelangrijkste is wanneer je, of wat ik had nodig, wat ik nodig had toen, was bij de eerste keer eigenlijk al meteen het gevoel dat er voor mij werd gekozen. En bij de tweede keer het gevoel of een bepaalde rust waarin ik mijn verhaal kon doen. Voor mij. Ja, en ik denk ieder kind is anders. Ja. Ieder kind heeft weer andere dingen nodig natuurlijk. Maar ik dacht echt serieus dat die boosheid waarmee u naar boven kwam, dat die op mij gericht was. Nee. En dat waardoor ik dacht dat het mijn schuld was. Want met dat gevoel liep ik al een tijdje. Nee. U wilt wat zeggen? Nee. Dus toen ik binnenkwam, Mietje, ik zag hem. Ik zei, waar is het? Dus boven, dan was hij aan, ze was aan die klok. Toen ben ik boven gekomen. Maar ja, je hebt zelf niks gezegd, dus ik had geen idee. En daarna
bent u er ook niet meer op teruggekomen. Nee. Dat was ook wel, en voor mij was het ook lastig om erop terug te komen, want ik was zelf ook natuurlijk nog heel erg jong. Maar ja, dat is denk ik wel iets, als je op een gegeven moment binnenkomt in een, met een bepaalde emotie, omdat je gevoel je eigenlijk al een beetje vertelt van, hey, deze situatie die klopt eigenlijk niet. En je hebt vanuit die emotie gereageerd, dan is het altijd wel handig om de volgende dag, en dat is geen verwijt naar u toe hoor, maar meer eigenlijk ook voor de mensen die luisteren, en te zorgen dat je de connectie met je kind weer kan maken, om er op een moment dat je er wat rustiger in zit, vragen te stellen. En het kind gerust te stellen. En laten weten van, hey, ik ben hier en ik sta aan jouw kant. Ja. Want ik denk dat dat mijn grootste angst was. Ik was mijn vader verloren op jonge leeftijd. In de tijd dat u aan het rouwen was, was ik u ook een beetje kwijt. Yeah. En eigenlijk ben ik mijn familie kwijtgeraakt vanaf het moment van misbruik. Want toen voelde ik me echt een beetje alleen. Yeah. Maar het was een bumpy road. Maar we hebben elkaar wel weer gevonden. Yeah. En ik ben heel erg blij dat wat we toen niet hadden met elkaar. Yeah, om over, yeah. overal over te kunnen praten. Praten, yeah. Dat we dat nu wel hebben. Ja, maar ja, ja. En dat ook al bent u niet iemand die echt overal op ingaat, dat u af en toe ja, ja, en het meer het luisterende type bent. Ja. Dat ik wel weet dat ik gewoon alles bij u kan neerleggen. Ja. En daar ben ik wel echt dankbaar voor. Dat hebben we moeten leren met z'n tweeën. Ja. Dus, ja. En ik wil u echt enorm bedanken voor deze drempel die u bent overgegaan. Want het is niet niks. Dat weet nee. ik. Dat nee. weet ik. Het is niet prettig. Echt. Het is geen leuke situatie. Allemaal wat speelt. En het is ook in mijn familie zoveel gebeurd. Van oma's kant. Mm-hmm. Mijn vaders kant weet ik niet, maar van oma's kant. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ik kan als het ware bijna een halve boek over schrijven. Mm-hmm. Waar wij niet naar buiten hebben kunnen brengen, te mm-hmm. zeg maar, ja. Mm-hmm. Nou, dan is het extra mooi om te zeggen van, en hier stopt het. Ja. Ja. En hier stopt het. Ja, ja. Ik ben echt super trots op u, dank u wel, ma. Ja. Ja. Wilt u nog wat zeggen tegen de luisteraars? Anders ga ik afronden. Ja. Ja, wat zal ik zeggen? Het is een hele grote ondervinding hè, voor anderen die luisteren. Dat ze alert zijn op hun kinderen en kleinkinderen en familie. Mm-hmm. Dat wilde ik zeggen. Mm-hmm. Ja, oké, dankjewel. Ja, nou luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze episode. Het is een episode geweest waarbij ik eigenlijk wat meer de diepte in wil over hoe bepaalde dingen nou eigenlijk tot stand komen. En je ziet het, ieder verhaal heeft een verhaal en ieder verhaal heeft twee kanten. Zonder elkaar te oordelen, maar juist om ervoor te kunnen zorgen dat we richting meer groei, meer traumaloze jeugd kunnen gaan voor onze toekomst, voor nieuwe generaties, is het belangrijk dat dit soort onderwerpen ook besproken worden. En ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En ja, wat ik al zei, mijn moeder is niet degene die heel erg in de in de beste families beste familie voor. Ja. Ja. En ja. Ik, voor haar is het een hele grote drempel geweest om hier over te spreken. Maar ik wil jullie wel enorm bedanken. En ik hoop dat het ergens wat, ja, wat meer helderheid heeft gebracht in hoe een proces kan lopen. Zonder dat we de ouder of degene die voor die keuze staat bekogelen met allerlei oordelen. Weet je? Want ook in the heat of the moment, met alle liefde van de wereld die je mag hebben voor je kind, kan het zijn dat je een keuze maakt
die niet de beste is voor je kind. En ondanks dat, toch nog steeds kunnen zeggen dat je wel van je kind houdt. Dus laten we elkaar sterken. Laten we van elkaar blijven leren. En ja, dat doe je in ieder geval door zeker te blijven luisteren naar Ginger Tea and Lemon. Ik moest hem er even in gooien. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En tot de volgende episode. Doeg, bye.